Ja, we staan hier op jullie trailer. Wat is het verhaal achter dit ding? Nou, dat is gewoon fantastisch. Ik bedoel, ja, je komt met collega's aan de praat. We zitten allebei in een transport. En we doen veel distributiewerk voor een grote winkelketen in Nederland. En ja, goed, in de kantine kom je erover aan de praat. Hè. Ik had hem gevraagd om mee te gaan naar de Roperun. En er waren er meerdere collega's, waaronder nog een andere transportondernemer. En die zei van, hé, ik heb nog wel een mooie trailer. Nou ja, en van de een kwam het ander. Dus die jongens die gebruiken die trailer vaak om naar festiviteiten, zoals het Truckstar Festival en dat soort dingen te gaan. Ja, gewoon fantastisch. We konden dat ding meekrijgen. En ja, dat is gewoon fantastisch. Ik bedoel, vorig jaar hadden we dus een basiskamp met tenten. En ja, dit scheelt gewoon heel veel werk. Je zet het neer en je kunt slapen. Want hoe lang doen jullie al mee met de Roperun? Mijn eerste keer. Vorig jaar zijn jullie voor het eerst geweest. En heeft mijn buurman in de straat gezegd van, goh, dit is niet wat voor jou. Ja. En ondertussen ben ik op 5 verschillende functies ingedeeld geweest. Ik zou als eerste fietsen mee en later op de vrachtwagen. En nu ben ik gewoon op de taxibus op de route. Uiteindelijk is dat goed gekomen. Dus toch een functie voor mij verzonnen ondertussen.